Dit is een groep van 14 vrienden uit Vroomshoop. Dat ligt in Overijssel. De groep staat een weekje op de jongerencamping in Ommen. De vrienden worden niet echt geaccepteerd door hun tijdelijke buren. Omdat ze nogal anders zijn. Corine wordt door de alternatievelingen uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in de tent. Knarf, zijn officiële naam is Frank, laat haar de tent zien. Zo. Dit is het. Net schoongemaakt. Dus, helemaal goed. Het is heel groot, maar ik vind het niet echt heel schoon. Hebben we gisteren nog opgeruimd. Hoe zag het er daarvoor dan uit? Dat wil je niet weten. Nee, ik wil echt niet weten. Zeg je? Ik wil het echt niet weten. Nee. En daar hebben we onze computer staan, daar draaien we alle muziek op. Dus muziek is wel belangrijk voor jou? Ja, voor iedereen wel. Of tenminste, iedereen die zit al met zoiets van, ja, muziek, leuk en ja. Ja, heel leuk. Luister maar naar wat de rest van de groep buiten draait. Dat is dit gezellige liedje. Het is eigenlijk een hele subcultuur, hè? Ja, het is niet echt iets wat iedereen graag luistert. Nee, want jullie vallen echt heel erg op hier. Oh, daar vind ik nog wel meer van. Blijf maar niet. Heb je geen problemen met de mensen om je heen? Oh, zat. Zoals? Nee, maar we kunnen op zich nog wel een groot gedeelte kunnen wel overweg. Maar er zijn ook gewoon een aantal lui die ertussen zitten die gewoon af en toe een beetje ons aan het dissen zijn en zo. Ja, want vanavond was het ook weer raak met het dissen. De trotse boeren van de tent ernaast kwamen even duidelijk maken dat ze niet van headbang muziek houden. En dat je niet met hun of hun bier moet spotten. Wij houden niet zo van die lui. Echt, Rolf. Wij houden van dissen. Hoeray! Oh ja, en deze muziek is niet een beetje vreemd? En hun hebben een andere soort muziek. En hun is ons hele dagen belachelijk te maken. Wat hun zeggen is niet waar, want we hebben afspraak met hun. Als onze muziek te hard staat, dan moeten ze het zeggen. En andersom net zo. Dus, en we maken hun echt niet uit. We hebben alleen ons liedje. We hebben een liedje gemaakt over boeren. Dat is het enige. Maar dat is daar grappig. En hun snappen geen humor. In Ommen staan de boeren en alto's elkaar nog steeds een beetje op te fokken. Je zoekt verder geen ruzie, maar het scheelt maar zo'n stukje. De boer doet nog even moeite om vrede te sluiten met het buurmeisje, maar dat lukt niet echt helemaal. Jammer, jong. Ik bedoel maar. Wat gaan jullie vanavond eigenlijk doen? Ja, vanavond gaan we hier naar de discotheek toe. Ze hebben hier een leuk klein discotheekje. Als je van buitenaf ziet, zou je niet zeggen dat het discotheek is. Het lijkt echt op een schuur. Maar als je er binnen bent, dan hebben ze het toch wel mooi voor elkaar. Het draaien ze wel jouw soort muziek? Ook. Ja, zouden op zich houden ze met iedereen een beetje rekening. Ligt er net aan wat de meerderheid van de camping luistert. En wat voor een volk er allemaal in de discotheek is. Maar vanavond gaan jullie er dus heen? Ja, vanavond gaan wij er dus naartoe. We hebben volgens mij min of meer kunnen regelen van dat vanavond een van onze buurt was. Ja, dus vanavond zitten we met z'n allen daar in de discotheek. Ik wil wel mee. Ja, is goed. Maar ik val wel een beetje op zo, hè. Ik wil eigenlijk een beetje zoals jullie gekleed. Ah, ik durf te wennen dat we hier vast nog wel kleren hebben liggen. Jullie hebben wel wat? Jongens, ik ben er klaar voor. Oké, Corine heeft zich omgekleed en gaat met haar nieuwe alternatieve vriendjes stappen in de discotheek op de camping, waar ze deze avond speciaal een uurtje van hun favoriete muziek draaien. Ik heb jullie net zien dansen en ik heb dat nog nooit gezien. Waarom? Het hoort bij de stijl. Heb je dat echt nog nooit gezien? Nee, echt nog nooit. Oh, slechte research gedaan. Maar jullie beuken echt tegen elkaar op. Ja, dat hoort erbij. Ja, je kunt er niet fatsoenlijk op dansen, zeg maar. Het hoort er gewoon bij. Als je naar concerten gaat, gaat het net zo gewoon. Dus het hoort. Hou je eruit gebroken ribben of iets aan over? Ja, alleen maar blauwe plekken, maar het is gewoon warm om je agressiviteit kwijt te raken. En of je hier je agressiviteit in kwijt kan. Ah,
Dat doe je leuk hoor, dat doe je leuk hoor. De dames en heren slammen nog even, lieve vrienden nog even lekker beuken in de disco. Discotheek wordt niet zo gedanst. Waar dan? Alleen op concerten en zo. En toevallig tijdens deze discotheek wel zulke muziek. Maar op andere discotheken niet. Alleen maar trance en dance en bla. En dat vinden we echt helemaal niks aan. Daar houden jullie helemaal niet van? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Er is echt niks aan. Gewoon. Ik hou wel van grappen, maar ja, goed. Draai je dit nou ook op je kamer, dit soort muziek? Ja. Ja. En hard? Zeker weten. Vinden jullie ouders het niet bijzonder storend? Nee, ja, niet te hard, maar verder. Mijn ouders doen er niks op huis verder. Ik mag alles wel aan hem en alles is wel luisteren naar ze, maar er geen last van hem. Is dit nou echt een dans waar je goed in kunt worden of doet iedereen maar wat? Iedereen doet maar wat. Ja, ja, precies. Je kunt er niet goed in worden of zo. Het is gewoon, je gaat tegen elkaar beuken. Ja, dat wordt zo. Je kunt niet leren of zo. Doet het pijn? Nee. Absoluut niet. Nee. En als je op de grond ligt, wij word je weer opgevangen. Dus, ja, iedereen gaat aan de kant. Wij doen meestal niet mee hoor, maar meestal staan we aan de zijkant. Maar. Het ziet er wel heel stoer uit. Ja, dat wel. Ja, maar goed, andere groep, andere stijl, toch? Ja, inderdaad. Ja, maar dat moeten we respecteren, dat doen ze niet. Dat is jammer. Maar respecteren jullie hun ook? Ja, jawel, jawel, echt serieus. Altijd? Omdat wij weten hoe moeilijk het is als iemand je niet respecteert, om wie je bent. Daarom respecteren we hem wel. Ja, we maken wel een grappig liedje, maar dat is alles en dat is gewoon gein. Dat liedje, dat moet ik nog even horen. Ja, leuk. Daar komen jullie niet onderuit. Ga maar staan. Met links of rechts? Links, links beginnen, links. Oké, 1, 2, 3. We nog in de mannen en ik nog in de strand. Werken is vaag. Nog een keer, nog een keer. We nog in de mannen. Leuken is vaag. Nou, ik denk wel dat het een hele snel wegwezen. In Ommen zijn de alternatieve vrienden inmiddels wakker en opgestaan. Ze hebben een hele aparte manier om hun tijd door te brengen. Ze gaan freestyle brugspringen. Let op. Heeft geen pijn aan je kom? Nee, mijn zak. Die kreeg ik ertussen. Maar... smeer zo wat zelf op zo. Nou, ga jij even voor jezelf zorgen? Ja hoor, dat komt goed. Zijn jullie ooit al eens opgepakt of zo? Nee, wel waarschuwing gehad. Dan komt de politie gewoon en die zegt mag niet meer naar reizen door. Ja, en dan komen ze nog drie keer weer of zo en dan houden ze heel erg de tijd in de gaten. Maar waar kennen jullie elkaar allemaal van? Aanhang vooral van vrienden en zo. En dat wordt gewoon allemaal bij elkaar gebracht. En het is gewoon een hele grote groep geworden. Het is hartstikke gezellig gewoon. Ja, het lijkt me ook wel erg gezellig om je bij te horen. Ja, we zijn wel heel pat hoor. Dus als je erbij komt, moet je wel wennen aan de humor. Maar het is wel heel gezellig. Jij hebt als enige gesprongen, hè? Ja, dat klopt. Ben jij een beetje de stoere meid in de groep? Ik word niet zingen, maar omdat je het zegt. Ja, zoals in het zeggen, ja. Het is wel leuk met die mannen allemaal. Ja, super. Super. In Ommen is de heavy droom voor onze alternatieve vrienden voorbij. De vakantie zit er op, helaas. Het is tijd om de zooi op te ruimen en naar huis te gaan. Vandaag naar huis? Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Heb je er een beetje zin in? Ah, jawel. Ja, fatsoenlijke plees. Douchen. Die waren niet zo schoon? Nee, niet echt. Niet helemaal. Hoe lang ben je bezig geweest met opruimen? Ja, ik niet zo heel lang, maar... Je hebt gewoon niks gedaan? Ja, precies. Een keer een uurtje. Dus de luilak van de groep. Maar ik wil je tent wel eens zien, want die was gisteren zo vies... dat ik benieuwd ben of hij wel schoon is. Nou, hij meekomt, laat je hem alle hoeken van tent zien. Ja, laat je tent alleen zien. Oh, dat klinkt spannend. Nou, Corine krijgt alle hoeken van de tent te zien. Hey, dat is Mirjam, die hebben we nog niet opgeruimd. Mirjam is nog niet opgeruimd. Hé, hey, het is schoon? Ja, je kunt van de grond af in. Er ligt echt niks op de grond. Het is nou 11:15 's ochtends en jullie zitten weer aan de drank, hè, dames? Ja.
Dat komt omdat we niks anders meer hebben. De Sina zit vol met blaadjes en andere pruttel, dus dat moet wat. En jij bent weer aan het bier. Ja. Kijk, de buren die hadden bier en was bijna hetzelfde als ons bier. En hun zeggen zo van, ja, je mag er wel een hebben, maar, want ik wil heel graag een biertje, want anders ben ik alleen aan het drinken als zo vroeg. Dus ik moest ook maar een biertje van hun. Dus jij doet gewoon een biertje voor de gezelligheid om 11 uur s'ochtends. Ja, en het is wel lekker, hè? Gaan jullie nou ook vanavond weer met z'n allen stappen of een biertje drinken? Volgens mij niet. Volgens mij gaan we allemaal slapen als we thuis zijn. En morgen gaan we de vakantie afsluiten. Nog geen genoeg gehad van iedereen dus? Nee, dat valt er gewoon meer. Als je elkaar een dag weer niet gezien hebt, dan gaat het wel weer goed. Dus, Gelukkig. Hé hey, jongens, goede reis naar huis. En tot ziens. De auto's gaan naar huis, maar niet iedereen is daar rouwig om. Wat vind je nou van de mensen die hier naast jullie in de tent stonden? Homo's! Ze drinken geen grols. Alleen maar Heineken, Amstel van die troep en van die sterke drank. Als ze nou eens grols drinken en gewoon een beetje normale kleur draaien, dan is het wel normaal, maar ze zijn gewoon vaag. Dus jullie vinden ze niet leuk omdat ze ander bier drinken en er anders uitzien? Ja, en ze moeten klompen drinken. En een boksen, een korte boksen. Ja. Dus ze moeten er eigenlijk precies hetzelfde als jullie uitzien, dat wil je? Ja, dat is natuurlijk het beste. Als je een keel bent, ga je er een nagellak dragen. Ja, doen allemaal en lippenstift. Allemaal. Ja. Maar jullie vinden dus gewoon, jullie vinden het niet leuk hoe zij eruit zien. Allemaal lange haar, dat is een haar. Ik vind maar vaag volk. Ja. Stel je nou voor dat je eentje van hun ontmoet en je vindt hun echt hartstikke aardig. Zou dat niet kunnen? Ja, kan wel. Ja, toen kan. Hoezo kan dat niet? Volk wat niet, qua uiterlijk al niet aanstaat, dan hoef ik daar helemaal niks meer te doen. Dus als jij iemand niet leuk of aardig uit vindt zien, dan mag je ze niet, al gelijk? Ja, dat denk ik wel. Ben je bang dat je dan niet heel veel mensen nooit leert kennen, omdat je zo'n vooroordeel hebt? Ik zie nooit veel volk, hè. Wat zie je nooit veel? Veel mensen. En als jij een koe lelijk vindt, ga je hem dan ook niet melken? Dat klopt. Maar ik vind jou wel een gemene boer. Dat maakt niet uit. Ik mag geld verdienen. Je kunt best leuke mensen zijn, maar... Zien er zo raar uit. Ja. Ze hebben geen fatsoenlijke kleding, hè. Nee. Zij vinden vast dat nou wel. Ja, niet dat ik dat nog wel heb, maar... Deze mannen hebben echt het IQ van een Belgisch poffertje.